Hier in Gent hebben ze een schuttersgilde. U ziet het om u heen staan. En dus elk jaar wordt de koning geschoten. En in 1939 had mijn vader, Wim Schouten, had die vogel eraf geschoten. Dus hij was koning van de schutterij. En hij zat op, wat er gebeurde op zondag en op maandag, zat hij met zijn maten in de schutterstent. Die stond hier ongeveer op de plaats waar we nu zijn. En feestje te vieren met een borreltje en muziek. En op een gegeven moment komt de burgemeester binnen met de veldwachter. Die hadden we ook, één veldwachter. En die zei, muziek stop. Hij zei, het feest is nu beëindigd. De koningin heeft de mobilisatie afgekondigd in 1939. Mijn vader die sprong overeind en die zei, wat koningin, ik ben hier de koning en ik weet van niks. Toen zei de burgemeester heel treffend, ja Wim, zei hij, vandaag koning, morgen soldaat. En inderdaad, de volgende ochtend vertrok mijn vader in zijn militaire kloffie naar zijn regiment toe. Hoe bijzonder is dit nu voor u, zo'n bevrijdingsfestival hier in Gent? Dat is voor mij heel bijzonder, want ik hou van mijn dorp. En zeker omdat mijn vader daarbij betrokken is, is dat af en toe emotioneel, ja. Dat mag.